Hallo iedereen en welkom weer in een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Het is vandaag voor mij woensdag. Sorry, ik ga even in het lelijke licht in de badkamer. En ik ga zelfs eten samen met Celine en Alessandra. Bij het hoeveke in Beringen. Ik heb mijn haren net gekruld. Mijn make-up een beetje bijgewerkt. Maar niet heel veel aan gedaan. Nu ga ik mij nog snel aankleden. Dan ga ik eerst even denk naar de Lidl. En daarna nog naar mijn ouders. Want ik heb nog een uur en een half voordat we gaan eten. Dus that's the plan of today. Ready? Nog een beetje parfum. Dat is een nieuwe van Estée Lauder, maar hoe noemt die nu? La Vie est Belle. Maar dat is zo de nieuwe. Ik heb zo die roze en die de lichtroze en die gebruikt Celine altijd. Dus dat is echt de Celine geur en nu hebben we deze. En Celine heeft die ook. En ja, deze vind ik wel echt goed. Dat is mijn nieuwe parfum of the moment. Hè. Dit is trouwens het parfum en ik weet dat jullie mij nog gaan vragen. Dus zo ziet de doos eruit. Waarom janken jullie de hele tijd? Hebben jullie een snoepje? Oké. Ja, kom. Kom dan. Niet hier. Kom, we gaan naar de living. Kom. Ja, ik ga jullie een snoepje geven. Kom maar hier, kom. Rustig aan, hè, vriendjes. Muffin. Okay. Lekker. Allee. Hier melk. Kom, ga hier, kom. Zo, zijn jullie nu blij? Dan kan mama nu vertrekken. Ik ga vertrekken. Dit is mijn outfit. Mijn blouseje is zo'n wikkelblouseje van Naked. Dat heb ik jullie in mijn laatste Naked haul video laten zien. Mijn broek is gewoon een zwarte high-waisted broek van de Bershka. En dan mijn super chunky boots zijn van Totally Too. Ik denk niet dat die al online staan, maar die komen er wel aan. Ik ben snel naar de Lidl geweest, want in de promotie stond zo'n, hoe noemt dit, een stomer voor kleren. En we wouden dat met Totally Too eens testen. Dus hopelijk werkt dat. En dan heb ik voor mezelf nog resistant bands gekocht. Ik zag dat die er gingen zijn deze week. En dat zijn echt zo, ja, maar nee, dat zijn zo stoffen elastieken. Dat is echt wel stevige. Ik heb altijd van die plastieken, maar die springen na zoveel tijd. Dus daar ben ik wel blij mee. Hè. Nu in de Lidl, hè, guys. Oké, okay, wij zijn aangekomen. Hey girl. Hey girl. En we hebben voorgerechtjes en het is best wel veel. Wat ziet er lekker uit. Goedemorgen. Het is de volgende ochtend. Ochtend, het is 12 uur. Ik ben om 9 uur al gaan sporten. Ik heb net mijn haren gedaan. Ik moet die alleen nog los doen zelfs. Ik ben snel aangekleed. En om 12 uur gaan Celine en ik onze tanden laten bleken bij Pastel, waar wij ook voor onze nagels gaan. Ik ga jullie meenemen, dus jullie gaan het allemaal zien. Ik ga eerst mijn tanden wel nog eens flossen en poetsen. Oei, iemand belt mij. Hallo met Alisa. Ah, hallo, hey. Oh, dankjewel, dat is kei lief. Ah, ja. Ja, de vijfde. Ja, het is, dat is waar, ja. Ja, dat is waar. Ik dacht al, hè. Maar ja.
Ja, dank je. Kei lief. Ja, die zijn al 5 jaar. Oh, het is zo snel gegaan. En nog altijd een van de beste keuzes die ik heb gemaakt. Ja. Ik ben echt nog altijd super blij ermee. Echt waar. Ze zijn echt super. Ja, dat lijkt echt nog niet zo lang. Ja, eens kijken. Ja, dat gaat perfect voor mij. Ja? Ja. En heb je een bepaald tijd voor je uitkomt? Nee, dat maakt eigenlijk niet uit op vrijdag. Nee. Even hier kijken. En misschien nu of even kijken hier. Half 11? Ja, dat is prima. Ja, oké. Dat is perfect. Al heel fijn. Dus nog eens een dikke proficiat. Ik heb vanavond eentje op. Dankjewel, dat zal ik zeker doen. Dat is kei lief. Oké, dan doen we alles goed. Ja. Dankjewel, okay, super. Dan. Tot dan, hè. Ja, tot dan. En dan een heel fijne dag. Voor jou ook, dag. Merci. Dag. Wat schattig. Oké, dus ik weet niet of jullie er iets van hebben gehoord, maar ik kreeg telefoon en dat is Global Care Clinic, waar ik mijn borsten heb laten vergroten. En die zegt gelukkige verjaardag. Dus ik dacht, hè? Ik verjaar ook binnenkort. Dus ik dacht, ja, oké, die zal zich vergissen of nu al gelukkige verjaardag zeggen. Ik zeg dankjewel en die zegt vandaag de dag, dat is 5 februari. En inderdaad, ik had er zelf nog niet aan gedacht, maar vandaag de dag zijn mijn borsten 5 jaar oud. Amai, dat is echt zot dat het al 5 jaar is. Ik kan nog altijd niet geloven dat het al 5 jaar geleden is. Maar zoals ik zei aan de telefoon, een van de beste beslissingen die ik heb gemaakt. Voor mezelf, puur voor mezelf. Ik voel me gewoon zoveel beter in mijn vel. Mijn borsten zijn, al zei ik het zelf, mooi en goed en ja... I love them. Dus ja, kei lief. Hoe lief is dat? Die bellen gewoon om gelukkige verjaardag voor je borsten te zeggen. Ze zei, drink er deze avond eentje op. En dan wel, dan ga ik doen ze. Ga ik nu eens echt doen. Een glaasje kava of zo drinken. Ik moet ze dan binnenkort terug. Voor 5 jaarlijks. Zo om de 5 jaar moet je dan nog eens laten... na 5 jaar moet je dan nog eens laten... checken. Maar ik denk wel dat alles in orde is. Maar dat gaan we doen, hè. Maar dus wat ik aan het zeggen was, voordat ik gebeld werd... Ik ga eerst mijn tanden flassen, dan ga ik ze poetsen en dan ga ik jullie meenemen naar Pastel om de tanden te bleken. Oh, dat is grappig. En we zijn terug buiten. Dit zijn mijn tanden. Ah, zo mooi wit. Oh, ik vind ze echt super mooi. Ik zal de camera's donkerder zetten, dan gaan jullie het beter zien, denk ik. Ze zijn echt zo mooi wit. Woehoe, het is dus telkens 20 minuutjes. 3 keren 20 minuutjes eigenlijk dat je onder de lamp gaat met het productje. En dan krijg je dit resultaat. Hangt er ook wel vanaf natuurlijk hoe wit je tanden en zoals zijn. Mijn waren al redelijk wit. Nu zijn ze nog mooier wit. En ze kunnen nooit te wit worden. Want ze gaan maar maximum tot hoe je tanden ooit het witst waren. Dus dat is wel goed. Dat je niet zo met zo'n fake witte lach buiten komt. Maar het wel nog natuurlijk is. Ik heb trouwens ook een kortingscode. Thalisa20. Die kunnen jullie gebruiken als jullie zelf bij Pastel Beauty Bar een afspraak willen voor je tanden te laten bleken. Je kunt dus per 2 gaan. Je zit wel niet in dezelfde kamer. Maar je bent dan allebei aanwezig als je niet alleen wilt gaan en met een vriendin wilt gaan. Dat is wel fijn. En ik zal hieronder in de beschrijving alle info zetten. En de kortingscode ook nog eens als jullie daarin geïnteresseerd zijn. Ik ben nu... op kantoor, daar. Celine is al binnen en nu gaan we pakjes maken en dan gaan we een nieuwe collectie shooten. Ik ben ondertussen terug thuis en we hebben een nieuwe collectie van Totally Too geshoot, waaronder dit super mooie gele jurkje. Dit komt wel pas binnen, ik denk 2 weken online. Hey! Hey vriend! Maar dit is echt zo cute. Ik ben echt verliefd op dit jurkje. Het is echt zo schattig. En leuk voor de lente. Kijk er al naar uit. Maar we hebben dus allemaal jurkjes geshoot. En dat buiten. En het is vandaag echt, ik denk 3 graden of zo. Want deze morgen was mijn auto helemaal aangevroren.
Dat is zo koud. Maar de foto's gaan wel heel mooi zijn. Celine heeft ze geshoot. Ik ga mijn jogging nu aandoen. Snel eerst misschien stofzuigen. Dan ga ik mijn jogging denk ik aandoen, want ik heb kou. En dan ga ik het snackje eten. Ik had deze meegebracht. Gluten-free bean chips. Heel benieuwd hoe die gaan smaken. Ik hoop wel niet dat het te rood is, want ik mag geen tomatensaus of geen curry met mijn tanden. Maar ik denk wel dat dat zal meevallen. Wat is er? Hier, kijk eens. Ik heb toch nog eten, schat? Hè? We'll rise up from the dust. Oh, here we go, go, go. Let us heal and grow. You won't be alone. We're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life. Still breathing. Standing up and... Ik heb de chips helemaal opgegeten. Allee, chips. Dat bevat echt zo goed als geen vet en heel weinig calorieën. Maar ik zou hem ook niet aanraden. Had echt bijna geen smaak. Dus dat is wel spijtig. Maar ja, ik had honger, dus ik heb het wel opgegeten. Ondertussen ben ik deze video aan het monteren. With my cats. Nee. Gelukkig kan die zetel er tegen. Dat is echt zo'n goede zetel. Anders dan had ik hier allemaal haken in, denk ik, met Muffin. Maar al sinds de katjes zijn bij mij aan het chillen. Chilly Willy, hè? Liefjes. Ik ga hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het ook leuk om te zien dat ik mijn tanden ging bleken. So white. Oh, ik ben echt blij. Ze zijn echt zo mooi wit. Ik moet wel zeggen, ze zijn nu een beetje gevoelig. Maar dat staat ook op het papiertje dat ze de eerste 24 uur wel gevoeliger kunnen zijn. En dat merk ik wel, maar het is niet pijnlijk gevoelig. Dus dat is echt wel oké. Okay. Ik ga hier dus de vlog afsluiten voor ik weer uren begin te praten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Ik zie jullie snel weer.